Hoi en super dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik mijn cavia's een soort van laten zien. Ik ga ze lekker loszetten in de ren en goed geven en ga ik ze een beetje filmen en wat kletsen. Dus als jullie mijn cavia's willen zien, blijf dan zeker deze video kijken en ik ga het klaarzetten. Nou, als eerst heb ik hier dus een dekentje die ik altijd gebruik voor ze. En die leg ik dan bij de kachel. Zo, doe ik dat. Zo. Zet jullie even neer. Kunnen jullie even meekijken. Zo. En dit is hier een dekentje. Blijf met je recht, want dit moet er nog op. Alleen een beetje, het is een beetje glad, zo'n dekentje. Dus, en hij is heel groot, dus. Zo. Dan pak even de ren. Ga ik even midden in de kooi zitten, mooi komt. En zo. Je mag niet van die plant eten. Zo hier neer. En dan. Zo. Heel lenig. Deze maar. Even goed. Kijk, dat is zo leuk. Een soort van circusrennetje vind ik het een beetje op lijken. En die maak ik dan aan elkaar vast, zo. Zo. Gaat hier los. Oh, het gaat wel heel moeilijk. Wacht even. Ja, hij zit eindelijk. Huh? Zo. Ik heb eerst. En dan trek ik hem even goed. Zo. Dat het wel overal stel dat ze plassen. Zo. Dan is dit. Oh, jullie zijn echt zo voor de. Kooi. Zo. Zet ik die hier even neer. Kunnen ze daar dan niet uit. Zo. Kijk, en dan gaan ze hier in. En dan zo meteen breng ik deze smiegel even naar de gang. Zo. Ik heb deze erachter. Stel dat iemand binnenkomt. Zo. Dan leg ik even allemaal groentjes. Lekker groenten neer, ga ik even snijden. Paprika. Wortels. Komkommer. Wat witlof en de rest. Spinazie en zo krijgen ze vanavond. Kijk, die doe ik dan nog. Normaal krijgen ze 's avonds pas groenten, maar als ze in het ren zitten, krijgen ze ook altijd. Dan krijgen ze wat extra's. Zo. En ik doe de vrouwtjes en de mannetjes natuurlijk apart. Dus dit wat ik nu voor ze ga maken is. Eerst doe ik de. Houtjes erin. Daarna de mannen. Zo.
shirt klapt dit. Twee wortels en daar is echt heel lang over. En dan de helft van de komkommer met de andere helft krijgt mijn mannetjes. Ik heb nog een nieuwe komkommer in de koelkast. Dus die krijgen ze straks. Ik doe het gewoon met een boterham mes. Dat gaat gewoon prima. En dan de helft van de paprika krijgen ze. Zo. Die doe ik dan ook nog een keer in het midden. Even een klein bakje. Dan breng ik dit vast hier naartoe. Zo. Daar neer. Lima, kom. Hè? Kom. Hè? Kom. Kom, meisje. Kom maar daar. Hè? Nee. Daar. Kom, meisje. Goed zo. Doorlopen. Zo. Dan zet ik jullie ook even hier neer. Sorry voor het slechte licht. Maar ik hoef alleen nog mijn kaviaars te pakken. Die doe ik in dit reismandje. Kom maar. Kom meis. Kom, ga je daar. Kom. Die kan. Kom. Zo. Nummer 1 heb ik. Kom. Ja. Kom. Ja. Zo. De rit dicht. Zo. En weer naar beneden. Zo. Ik ben beneden. Ik zet jullie even tegen de in de kooi. Dat is wel leuk. Ik wist het. Een soort van het dochtertje, dus de kleinste cavia. En dit is de moeder. En dan leg ik zo door het hele hok wat groenten neer. Hier jongens, lekker. Heel tof. Een kommer, worteltje, ik wist een beetje,
Normaal zet ik er ook een huisje neer. Want anders vind ik het een beetje zielig. Want kaasjes houden van beschutting. Maar nu hoeft dat niet. Of nou, ik pak het zo als ik klaar ben met filmen. Want nu kunnen jullie ze beter zien. Anders gaan ze dadelijk alleen maar in het huisje zitten. En dan soms wat groente pakken. Want dat doen ze normaal altijd. Maar nu heel even voor één keer niet. En dat is ook niet heel erg. Want zo schuw zijn ze dan ook weer niet. Zo. Dit zijn de schatjes. Hier, Messi. Messi. Hier. Lekker. Nee? Geen paprika. Oh, ik ben echt schattig. Ja, die zijn schattig. Hup. Hier. Gaan ze ook echt in die hoek zitten? Dat jullie ze niet zien. Ach, zo meteen komen ze wel. Pak jullie al even. Oepsie. Zo. Oh, zo zien jullie het niet. Is zo. Dat is beter. Mijn knie even uit beeld. En alvast als jullie deze video leuk vonden, vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan, want ik kan het gewoon afzetten als je wil. Maar ik kan me voorstellen dat echte KVA-liefhebbers dit wel leuk vinden om te zien. Maar anders, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Oh, gaan jullie nou weer in beeld? Ik ga weer uit beeld. Oh, jullie komen weer. Oké. Oké. Oh nee, zoveel niet tegen het licht. En dat is ook niet echt handig.
Schatjes. Oh, ik heb de verwarming aangezet, maar ik word hier weer al heel warm. Hier, kom. Even. Hier, heb je wat eten. Oh, met je dikke buik. Oh, met je dikke buik. Ah, een dikke buik hebben jullie. Ja. Daar ligt het groente, jongens. In het midden bij de camera. Ja, goed zo. Zij, dat kleine meisje die nu aan het eten is, die vindt komkommer echt heerlijk. En de mannetjes, cavia's, die vinden paprika echt heerlijk. En dat meisje en spinazie. En dit meisje, deze heet Mini. En die vindt dit lof heel lekker. Ik ben liever uit beeld. Oh nee. Daar komt ze aan. Worteltje. Oh, lekker. No. Je zult zien, als ik hier de mannetjes neer zou zetten, die zijn veel schuwer. Die gaan echt in een hoekje zitten en gewoon niks doen tot het echt een 10 minuten, een kwartier niks heeft bewogen. Dan pas gaan ze eten. Maar deze zijn echt zo leuk en tam en zo. En de mannetjes zijn ook gewoon super lief. En die houden, gisteren had ik het volwassen mannetje gewoon op mijn schoot tijdens de Roze Holland om mee te knuffelen. Maar het babymannetje die is ook echt super lief. Alleen ja, die zijn iets schuwer. En ook dat meisje heb ik gewoon zoveel in het begin. Het volwassen vrouwtje heb ik gewoon zoveel opgepakt en geknuffeld toen ze baby was. Echt wel, ik denk dat ik er wel 7, 8, 9 keer per dag uit de kooi haalde. En dan was het niet meer was, echt. Dus zij is heel tam en zij komt ook gewoon naar me toe om knuffels te vragen en zo. Dus dat is echt van alle vier de cavia's die ik heb. Ik kan zeker. Ik vind ze allemaal echt super lief, maar dat vind ik dan het volwassen vrouwtje. Daarom vind ik haar gewoon echt het leukst. Ik heb daar ook de meeste. Hoe ver je met een dier een klik kan hebben. Met honden wel, maar met cavia's heb ik daar wel echt de meeste klik mee. Dus ja. En dat vrouwtje, ik heb nog wel leuk feitjes. Dat vrouwtje, het dochtertje, die is echt heel, heel, heel snel. En die kan ook nog wel eens echt bijten. En dan ook doorbijten. Maar ja, maakt mij echt niet uit. Het volwassen mannetje, die kan nog wel eens plassen op je schoot. Dus, ja. Ik denk, even kijken hoe lang duurt de video. 19 minuten. Ik denk dat het wel lang genoeg is. Zo. Oh, sorry dat mijn telefoon iedere keer valt. Maar ik hoop... Dan voor degene die blijft weg. Dat jullie dit een leuke video vonden. Dus tot de volgende video. Doei!